Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga nu lekker naar Roderick toe. Ja, het is vandaag 15 augustus. Het is nu net, mag ik niet liggen, 2:10. Ja, en hij heeft nou ook hulp. Dus gezellig, even naar, gewoon wat ik al zei, naar Roderick toe. En dan, ik ga jullie er niet bij aanzetten, want dat is ook weer privacy. Yep. Kijk, en daar hebben we onze mooie trouwauto. Ja, onze mooie trouwauto, ja. Ja. Ook dat is geregeld. En ja, ik heb hier een lijstje mee. Ook voor Ro. Die had hij gisteren gemaakt. Dus dat eventjes erin knallen. En dan... Hi. Hi. Hoe gaat hij met jou? Ja, redelijk. We hebben een goed gesprek gehad. En met je begeleidster. Actiepunten doorgenomen, doelstellingen gesteld. En dan kijken waar we uitkomen. Spannend dus. Ja, allemaal. Dus nu gaan we even op zoek. Voor? Voor 11 december. Heel spannend. Ik volg u. We nemen jullie gewoon mee. Ik neem jou mee. Ik fiets meenemen. Neem ik jou mee. Misschien wel handig. Dat is leuk. Dan gaat die dingen daar naartoe. Oh, omhoog, kijk, dat is leuk. Gaan we naar 15. Doei. Ik heb de lift weer even naar 5 gestuurd. Gaan we naar 2 gestuurd. Hè? Gaan we naar 2 gestuurd. Wat? Naar 2 gestuurd hebben we daar meer aan. Hoezo? Die zijn de meest frequente gebruikers van de lift. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus, even voor of achterop? Nee, ik ga gewoon lopen. Je gaat gewoon lopen, oké. Ik volg jou. Mocht je mee? Ben je mee aan het vloggen? Aan het volgen? Ja, bijna wel. Volgend vlog. En dan komt de straat ook eens een keer in beeld. Dat is leuk. Weet je meteen welke huisnummers hier zitten? Hè? Huh? Weet je meteen welke huisnummers in deze straat zitten? Ja. Dat is heel tip. Dat is leuk, hè? Heel leuk. Maar het is lekker weer voor. Voor wat? Wandelen. Ja. Het is niet koud, zo heet, het is niet warm. Het is eigenlijk geen wind, het is droog. Een licht bewolkt, dus daar heb ik geen zonnebril op, dat staat ook in. Is hier meer dan licht bewolkt? Het is te koud. Wat ga jij zo meteen doen? Even kijken naar de bloemetjes. Zoals er voor wat? Voor gemaakt gaan worden, 3 dingen. Eerst is een handcorsage. Ja? Voor jou. De tweede is het een bruidsboeket, zeg maar, voor de bruid. Ja? Niet voor jou, maar voor de bruid. Ja? En de derde is ook niet voor jou, maar dat is voor een auto. Ja? De bloemetjes buiten zetten op de auto. Oké. Okay. Dat gaat kort worden. Mooi, dus ja. En waar gaan we naartoe en naar welke bloemen? Naar deze bloemenkiosk op de hoek. Ja, en hoe heet deze bloemenkiosk? Geen idee. Niet? Nee, geen idee. Tuurlijk wel. Dat is handig, de bloemenkiosk van geen idee. Iedereen weet van nou, hoe heet die nou? Nou, geen idee. Oh, nee. Ja. Ah, nou even ja, serieus. Wat prijzen weten van diverse boeketten, annex, corsages, et cetera. Ja. Het eerste is een handcorsage. Handcorsage, wat is dat? Een bloemetje op je hand. Ja. Binden, weet ik het. Dat is voor de bruiloft. Ja.
En dan heb ik ook nog een bloemstukje Annex Bruidsboeket, ook voor jou, voor de bruiloft. Ja. En een derde is een boeket met lintjes, weet ik wat, voor op een auto te corseren. Even kijken hoe zoiets, duur het dus zoiets is. Zoiets als daar achter je staat, zoiets. Die grote zwarte, donkerblauwe. Ja, oké. Okay. Maar dat is dus gewoon alleen een beetje een prijsindicatie dus. Even kijken wat dat kost. En naar welke bloemenkiosk gaan we dan? We gaan eerst even naar de slagmolen. Ja. Dus dat is altijd wel aardig, heb ik begrepen. Nou, dan gaan we dus daar eerst naartoe. Nou, daar eerst even een bruidsboeket. Dan moet je toch even bij de directeur. Even bij Maris doen. Even als Maris er is. Morgen. Dat is een mooie auto. Hoi. Dat is een mooie auto, die, hè? Ja, dat is mooi bijstaan dan. Is het leuk? Dat is een mooi autootje. Mag dit? Ja, dat mag. Hebben wij een oké voor? Al die voorbereidingen. Ja. Maar de gastenboek is al klaar. Dat is mooi. Bijna dan. Op en op een paar en details na. Ja, kleine dingetjes. Dat scheelt, ja. Ja, nou daarom. Oké, ja. Leuk, hè? Dat is grappig. Wat is nou weer grappig? Jij bent grappig. Ben ik grappig? En waarom ben ik grappig? Dat je grappig bent. Oké. Heel grappig. Ja. Vind jij dat niet dan? Soms sta ik links, soms sta ik rechts. Is mooi. Nee. Ben ik mooi? Ja. Nee, ik ben niet. Nee. Hè? Ik heb pech gehad. Waarom? Niet mooi ben. Nee. Maar jij bent ook zo en zo lelijk als de nacht. Ja. Nee, tja, je bent zo lelijk als de nacht. Ik ben wel een paar, ja, weet ik veel hoe die heet. Ik weet het niet, maar ik zal s'nachts gaan lopen. Wauw! Ben je heel erg mooi. Ben ik dan mooi s'nachts? Als jij lelijk als de nacht bent. Nee, jij bent zo lelijk als de nacht. Als jij lelijk als de nacht bent, zeg wat je zegt. Ja. Het is s'nachts. Ja. En het is een hele mooie nacht. Kijk, onze twee voorletters. Van mij en van Nero. Ja. Dat is leuk. Dat is heel grappig toch? Net kwart over één in de nacht. Wij gaan bij deze onze vlog afsluiten. Ro is er ook nog. Ro die gaat zo meteen Max ophalen. En dan gaan wij een blokje lopen met de hondjes. Wij zouden zeggen bij deze dank jullie wel voor het kijken. Gooi die blauwe duim omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En thank you for watching.